Ik vind het prima zo. Stan van Bladeren, hoe was het om terug te keren in de streek? Ja, onwijs leuk. Deze wedstrijd vond ik zelf erg mooi. Ook al zeggen sommige mensen dat het tegen Katwijk is, maar het is bij mij natuurlijk in de buurt. En ik vind het gewoon een leuke pot. Veel familie en vrienden op de tribune vandaag? Ja, zeker. Eigenlijk iedereen. Mijn ooms, tantes, mijn ouders, mijn vriendin. Dus dat was wel leuk. Ja, en je moest wel naar de eerste helft eraf. Had er nog een reden? Ik moest sowieso naar de eerste helft eraf. Ik heb afgelopen week een wat vroeger mee ingekomen. En dat deed wat zeer, zeg maar. Dus dan moest ik er wat rust voor nemen. En ik had maar 2 dagen had ik echt wat gedaan, getraind, buiten. Dus vandaar. Was er nog een reden voor dat jullie vandaag met een hele frisse groep waren? Want normaal zie je altijd dat jong Ajax is meestal een team van spelers die bij 1 niet hebben gespeeld. Nu waren jullie echt gewoon een nieuwe jong Ajax. Had dat nog een reden daarvoor? Nee, totaal niet. De wissels van gisteravond, die spelers goed zaterdag genoeg voor wedstrijd. Dus vandaar dat we met een wat jongere groep vandaag waren. Ja, ik denk dat je deze vraag wel al een paar keer hebt gehad deze week. Wat heeft met jou gedaan dat Lamproe is binnengehaald door Ajax? Eerlijk gezegd niet zo heel veel. Kijk, het is niet leuk. Het is niet lekker, maar bij Ajax, ze kunnen ieder moment met iemand halen, dat weet je. Nou, dat doen ze, nou prima. Dat is dan gewoon de volgende, zeg maar, die je dan moet concurrentiestrijd aan moet gaan. Prima. Maar is het niet een soort baalmoment? Want je bent meegeweest op trainingskamp, je hebt wedstrijden gespeeld in 1 in de voorbereiding. Het lijkt me wel een soort van mentale tik. Ja, mentale tik vind ik het niet, maar het is wel jammer. Maar, ja, nogmaals, het is voetbal en het is Ajax, dus ze kunnen dat ieder moment kunnen ze dat doen. Dus ja, daar heb je mee te dealen en dat komt, vind ik, heb het goed. Maar dan gaan we gewoon lekker door. Je hebt nog 1-jarig contract, die staat dit seizoen waarschijnlijk onder de lat bij jonge Ajax. Hoe gaat het aankomend seizoen voor jou eruit zien? Of weet je dat zelf ook niet? Nou, dus, zijn we de afspraak over aan het maken en dat weet ik in principe nog niet. Maar over een maand weet ik wel ongeveer denk ik een beetje waar ik sta. Dus, ja, dan gaan we het wel zien. Dan wordt het gewoon vlam met een jonge Ajax. Daar ga ik wel vanuit en dat probeer ik zeker te behalen. Dus ik ga mijn best doen. En dan nog een vraag, team.